Allemaal. Ik kreeg een verzoekje om te laten zien wat ik van de Girocut vind en hoe het werkt. Je krijgt hem in deze verpakking, uiteraard met plastic eromheen, maar die heb ik al weggegooid. Hier zit een boekje bij met hoe het werkt. Zoals je ziet hier, je moet het als een pen vasthouden, licht opdrukken. Alleen de langste puntje van het mesje die snijdt. En gewoon goed recht houden. Ik heb een paar plaatjes uitgekozen waar, van verschillende soorten materialen. Dit is een stukje van voor mij was het een verjaardagskaart of iets dergelijks vanuit China. Die kaart gebruik ik niet meer, hij is ook best oud. Dus ik denk, ik ga het plaatje proberen uit te snijden en kijken hoe dat gaat. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Ik begin meestal gewoon in een hoekje. Dus je kan hier zien dat dit het langste puntje is. Of misschien, ja. En daar moet je op drukken. Dus ik hou normaal mijn pen zo vast, maar zo kan je niet snijden. Dus je bent echt wel, je wordt wel gedwongen om echt als een pen vast te houden zoals je op school geleerd hebt. Wat op zich makkelijk is om aan te leren. Ik begin hier in het hoekje. Zie, kan ik hem even inzoomen. Even kijken. Mijn camera staat op een niet zo'n stevige statief. Nee, dat lukt niet. Ik ga kijken of ik het digitaal kan inzoomen. Je zet het langste puntje dus op waar je het wil snijden. Ik laat hier een klein stukje rand over. En op zich gaat het heel soepel. Dan moet ik zeggen, ik ben niet heel pietje precies, dus hier en daar is het misschien iets minder recht. En normaal zit ik echt met mijn neus bovenop, maar ja, als ik dat nu doe, dan kan jij niks zien. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Wat handig is van de Girocut is dat je ook al deze kleine stukjes hier tussen goed kan meenemen. Terwijl met de schaar boog het nog wel eens om. Wat ik dan weer lelijk vond. En dus daarom knipte ik er vaak gewoon omheen. Nou, zoals je ziet. Het belang is, je moet hem echt recht houden. Dit is wat dikker karton. Echt zoals een wenskaart kwaliteit. Het is eigenlijk niet zo slim dat ik zo'n groot plaatje heb gekozen. Ik wil hem nu wel afmaken, maar... Nee, wacht. Ik ga het hoekje om. Het heeft zoveel details, dus dan kost het iets meer filmmateriaal. Kijk, ook al deze kleine stukjes kan je hiermee uitsnijden. Nou, dan ben ik wel benieuwd, want dit is best wel dikke kwaliteit papier. Dus ik hoop dat hij er wel uit gaat. Ik heb het ook geprobeerd met tijdschriften zoals de Flair en de Boodschappen, de tijdschrift van de supermarkt. En daar gaat het echt super makkelijk. Daar moet je ook echt voor zorgen dat je een goede snijmat eronder hebt. Want anders snijdt hij gewoon door alle pagina's. En als daar dan weer iets zit wat je ook wil snijden, dan is dat echt zonde. Ik vrees dat dit karton toevallig te dik is. Maar ja, dan weten we dat ook weer. Nou, nu moet ik hier van rechts naar links. Daar ben ik niet zo goed in, dus ik ga gewoon, begin gewoon weer hier. Even kijken hoe dat geworden is. Nee, zie je, kijk. Oh, wat stom dat ik eerst deze als eerste heb gekozen. Maar goed, hij is dus, dit papier is dus te dik. Hij gaat niet los. Ik pak het volgende plaatje, want ik heb een aantal plaatjes alvast uitgezocht. Hij gaat gewoon echt nergens los ook. Nou ja. Jammer. Als je wel eens veel video's ziet, dan is dit een veel video. Oké, we gaan verder. Dit is een plaatje uit een boek.
uit het Elsevier nieuwe plantengids. Dit is ja, wat dikker papier wel, maar niet zo dik als de wenskaart. Ik ga deze klaproos uitsnijden en begin weer op een makkelijke punt. Zorg ervoor dat je het mesje recht houdt. Zoals ik zei, ik heb hem nu een week in bezit. Ik heb hem eigenlijk elke dag wel mee geoefend. Want in het begin was het best wel lastig. Vond ik het wel lastig om te gebruiken. Dan pakte ik stiekem toch elke keer mijn schaar. Ik denk van ja, waarvoor heb ik het dan gekocht? Toen vroeg iemand op een andere video of ik een video ervan wilde maken. Hoe ik het gebruik. En dacht van, oh ja, misschien wel handig dan dat ik weet wat, hoe je het gebruikt. Dus toen heb ik het wat vaker in de hand genomen, gesneden. En ik zal straks aan het einde zal ik een stukje opnemen waar je het echt erop kijkt. Want dan zie je ook dat het mesje beweegt. Hoe het mesje beweegt. Dat vind ik zo handig van dit mesje. Hij snijdt eigenlijk waar jij het precies wil. Het staat op de verpakking, het houdt vast als een pen. Nou, dat klopt eigenlijk wel. Zo, eens kijken hoe dit gelukt is. Ik heb hem op sommige plekken gewoon niet goed vastgehouden, waardoor hij dan, kijk zoals je ziet, vast nog aan het papier vast zit. En dan kan je hem zo. Dat doe ik dus niet goed. Zie je gelijk hoe je het niet moet doen. Sommige hoekjes heb ik niet goed meegenomen, waardoor het papier gewoon vast blijft zitten. Hou je pen, hou die chirocut vooral recht. Dus recht. Naar boven uiteraard. Want anders snijd je gewoon niet goed door. Oh. Jongens, hij werkt echt goed hoor, dit mesje. Maar ik pak het gewoon niet goed vast. Daarom houdt de chirocut recht naar boven. Anders snijd je dus niet diep genoeg. En soms dus, als ik dat zoals nu gedaan heb, dan knip ik het even los, want dat is gewoon makkelijker. Maar als je het goed doet, zou je gewoon netjes los moeten kunnen gaan. Nog een klein stukje ertussen. Dat is het nadeel. Ik heb mij zelf aangeleerd om de pen verkeerd vast te houden. Dus niet hoe je het leert op school. En daardoor krijg ik ook het mesje niet recht. Nou, dit is hem geworden. Het gaat op zich wel makkelijker met dit soort wat dikkere, steviger boekpapier. Nogmaals, mesje recht houden, lukt het wel. Ik heb hier een paar vlinders. Dit is op dikke karton. Volgens mij was het 130 gram of zo. Dit is gewoon geprint van internet. Ik weet niet meer waar ik het gevonden heb. Je zult zien, dit is iets steviger. Ik ga nu proberen deze uit te snijden in één keer zonder de schaar te gebruiken.
Het is ook niet... Nou, ik denk dat ik gewoon mijn mes niet goed vasthoud. Misschien dat ik er nu een video van maak. Maar goed, ik ga het nog één keer proberen hier. Want dit, ik heb het al eerder geprobeerd. En toen is het gewoon gelukt. Met dit mesje. Even kijken hoor. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is vandaag. Dus je ziet, het is maar aan één kant los. Nou, wacht. Oh, je zal echt denken. Nou, daar heb ik nog een groter plaatje genomen. Dit is van reclamemateriaal uit de Flow. Nee, niet uit de Flow natuurlijk. Uit, ik denk de Linda of zo. Dit is weer iets dikker karton. Ik denk dat ik... Ik knip vaak plaatjes en reclame uit voor mijn collages. Ik ga het nu proberen met de Hero Cut. Ik begin gewoon bovenaan. Ik zal aandrukken in de, hoe heet het? Het onderwerp zal ik even schrijven waar je naartoe moet scrollen om te zien waar het wel lukt. Want het is, dit is het vierde voorbeeld. En ik ben echt benieuwd of dit wel in één keer lukt. Het is wel wat... Ja, het is ook weer wat dikker papier. Ik dacht dat het wel zou lukken bij die andere. Alleen helaas. Ik heb weer het verkeerde papier gekozen. Verkeerde voorbeelden in ieder geval. Terwijl het hiervoor echt wel gelukt is. Oh, kijk. He. Een voorbeeld lukt. Nou, kijk. En dan zie je hoe makkelijk het eigenlijk uitgesneden is. Hup, dit kan weg. En je hebt een plaatje over. Ik had nog een voorbeeld. Dit is wat dunner reclamepapier. Zoals je ziet heb ik dit stukje al uitgeknipt. Uitgesneden. En dat ging echt super makkelijk. Dit is ook... Dit komt uit de... Uit de Linda. Dit is... Ja, gewoon tijdschrift kwaliteit papier. Ik ga deze drie uitsnijden. En kijken hoe het gaat. Hou het mesje recht. Moet ik af en toe tegen mezelf zeggen blijkbaar, want ik doe het niet de hele tijd. Ik heb hier verkeerd gesneden, maar ik hoop niet diep genoeg, dus dat het blaadje nog heel is. Ik zit nu zelf, nu ik er echt aandacht aan besteed, want normaal doe ik het gewoon terwijl ik tv aan het kijken ben of andere YouTube filmpjes. Ik merk wel dat je je hand dus niet te veel moet leunen op de tafel. Dat het dan toch iets makkelijker gaat. Dan ben je ja, een soort van flexibeler of zo. En het is handiger om er echt bovenop te zitten. Maar ja, zoals ik al zei, dan zie je niks op de video. Zie je alleen mijn hoofd. Dat is ook niet echt handig. Dus kijken hoe dit eruit zal komen. Zo. Kijk, zoals je ziet, dit is veel dunner papier. Dit gaat zo los. Oh. En zo is hij uitgesneden. Zoals je ziet heb ik hier ja, iets te veel ruimte gemaakt. Maar dan pak ik gewoon echt wel mijn schaar hoor, om het bij te werken. En dan kan ik het gebruiken voor enkele collages. Bijvoorbeeld als, wat je vaak ziet op internet is het gebruiken als haar. Bijvoorbeeld of als een hoed. Zo. Nee? Dan had ik nog één pagina over, dit is papier van de Flow. Dat is dus ja, dat soort van, dat niet dat gladde papier, dat ruwere papier. Iets dikker dan het reclamepapier. En hopelijk dunner dan het karton.
Dus ik vond dit plaatje wel heel erg leuk. Ik weet nog niet waar ik het voor ga gebruiken, maar ik snij gewoon alvast uit. En kijken hoe dat gaat. Dit is dus papier uit de Flow. Maar ik denk als je het tijdschrift wel eens gezien hebt, dan herken je het poppetje wel. Kijk, dit gaat dan een stuk makkelijker eruit. Het is niet in één keer los, maar ja, dat is vooral op de punten waar ik het mes van het blad heb gehaald en weer verder ben gegaan. Nou, hoeveel seconden was dat? 10 denk ik. Super netjes uitgesneden. Dan zag ik op YouTube zo net dat mensen hun gestempelde afbeeldingen uitsneed op stickerformaat. Dus ik ben wel benieuwd hoe, ja, als je misschien iets minder hard drukt, of je dan de buitenkant eraf kan halen en dan dat de sticker zeg maar op het vel blijft. Dit is met Stazon inkt gestempeld en de stempels zijn volgens mij van AliExpress en deze komt van de Action. De etiketten zijn van de HEMA. De verpakking heb ik zo te zien niet meer. Maar goed, het zijn gewoon standaard stickers. Ze zijn wat gladder ook. Ja. Ideaal voor deze stempels trouwens, als adressticker. Nou, ik ga het proberen. Als ik niet te hard druk, of je dan alleen door het etiket gaat, zeg maar, en niet door papier eronder. Nou, zoals je ziet, ik heb niet te hard gedrukt. Dit is niet doorgesneden. De sticker blijft er dus op. En de rest, zeg maar het overbodige gedeelte van de sticker, kan je eraf trekken. Helaas zie ik nu hier dat ik een stukje eraf heb gehaald. Het zit nog op de, ja, eromheen. Dus dat moet ik dan, met zulke gevoelige stukjes moet ik dan toch beter, misschien iets harder drukken of zo. Maar goed, het idee is leuk. We gaan ook nog even met deze proberen. Dit stempeltje weet ik zeker van de AliExpress. Ik zag gewoon bij iemand anders. Ik denk, nou, die wil ik ook hebben. Die is zo schattig voor op je enveloppen. Kijk nou wat leuk. Gewoon je eigen gemaakte stickers uitgesneden met de GiroCut. Nu weet ik dat je het ook met de Cameo silhouet kan. Maar ja, heel eerlijk gezegd nog niet helemaal door hoe dat moet. Het sneed bij mij elke keer door dit papier heen. Waardoor je dan echt alleen maar losse stickertjes hebt. Maar het is juist wel leuk om het op een soort velletje te doen, denk ik. Ik had ook nog deze gestempeld om uit te proberen, maar ik denk, ja, weet je, of het mocht het niet lukken. Maar ja, deze twee zijn heel goed gelukt, dus ik vind het wel goed zo voor de video. Nu kan ik het niet hebben dat deze niet gelukt is, want het is me een keer gelukt op een ander moment. Dus ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik hou mijn HeroCut recht en ik ga iets meer druk uitoefenen en dan hoop ik dat dat tot een beter resultaat leidt. Kijken. Nee, dat is nog steeds niet. Ik snap er niks van. Niet meer, alleen maar voor de helft. Dit kan niet hoor. Het zou kunnen dat ik dit stukje eruit knip. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Toch eenmaal aan het filmen.
dit gaat al iets beter. Aanhouden wind, zullen we maar zeggen. En dan heb je hem uitgesneden. Nou ja, zoals je ziet heb ik hem niet echt zorgvuldig uitgesneden. Dat komt een andere keer weer. Ik wilde gewoon laten zien dat je ook met dit karton, dit dikkere karton, kan je ook echt wel uitsnijden. Dus ja, weet je, als je dan dit gewoon een beetje bijknipt, ja, dan is het hele idee van de Giro-cut natuurlijk weg. Of niet onnodig. Maar als je het netjes en zorgvuldig uitsnijdt, waarschijnlijk lukt het beter als ik het niet opneem. En het gevoel heb dat ik erbij moet praten, want het is zo'n saaie video. Dan lukt het waarschijnlijk gewoon veel beter. Ik geef het moed niet op. In ieder geval, ik vind mijn mening over de Giro-cut is ja, positief. Ik denk als ik nog wat meer ermee oefen, dat het een stuk makkelijker gaat. En ja, weet je, dit is ja, ding. En nou ja, ze zijn nu te koop. Tenminste, ik heb het gekocht bij Café Analog. Ik weet niet of ze nog steeds te koop zijn. Maar ik vind het een aanrader. En zeker als ik er wat vaker mee geoefend heb, dan ja, moet het toch makkelijker gaan dan nu. Bedankt voor het kijken. En mocht je nou denken van, nou, kan je nog iets anders laten zien? Heb je ideeën? Nou, zet het hieronder in de reacties. En ik ga kijken of ik, als ik het heb, of ik dan een video ervan kan maken. En nou ja, voor nu bedankt voor het kijken. Ik laat hierna nog even een close-up zien. Van hoe het mesje beweegt als je het snijdt, wanneer je het gebruikt. Ja. Tot de volgende keer!